vrees ik dat ik een beetje schil aan het worden ben of gewoon ronduit blind, maar ik zie Jefta nergens weer. Ja, heel fijn! Oh, yeah. Mag ik dan een daverend applaus voor Jefta? Als ze hun vrouw verlaten bij me intrekken, spreken ze me toe met strenge, stevige stemmen. Ze vragen niets en ik wil niets vertellen. Ik kijk op en open grote, nieuwsgierige ogen. Op feestjes verveel ik me. Met lange vingers pakken de mannen mijn handen. Eerst komen de cadeaus die ik niet weg wil geven, later ook objecten die op geen enkele manier aan het toer worden. De schemerlamp, een asbak, een witte stoel waarvan de zitting grijs en doorgezakt. De mannen en ik, wij stellen geen vragen, accepteren traag dat zware houtachtige zaden overlast veroorzaken. Op maandagen sidder ik bij de herinnering aan onze gespannen lichamen. Als we huisraad geruisloos een kofferbak inschuiven. En ook omdat ik boeken mis, ik de armen van de mannen liever om mijn middel heb dan tussen mijn bezittingen. In het café open ik aarzelend mijn mond. Een kroegbaas veronderstelt dat mijn ouders me zo niet hebben opgevoed. Hij weigert mijn verhaal en de asbakken die ik hem terug wil overhandigen. Hij zegt, ik ben verstandiger. Ik neem niet aan dat me met lange vingers wordt aangereikt. De mannen en ik, wij stelden geen vragen. Accepteerden traag dat zware houtachtige zaden overlast veroorzaken. Ik ren naar het bos als een kind, val neer en barst open als een kastanjebos.